Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Kirby. Welkom jongens, we hebben natuurlijk gisteren hebben wij het gras hebben we gemaaid en geschud. En vandaag gaan wij het harken en persen. Want we hebben nou schapen, de schapen die vreden zich ook rond. En dan gaat het wel heel erg hard met dat, met de balen. Dus ja, we maken nog eventjes wat extra's bij. En ik wil jullie ook allemaal nog heel erg bedanken voor het invullen van de formulieren van de story mode. Ik zou zeggen, check het nog eventjes rechtsbovenin, het i'tje. En dan kan ik daar heel wat leuke ideeën mee doen straks. Het duurt natuurlijk nog wel eventjes voordat het gaat gebeuren, omdat we momenteel nog twee series hebben lopen. Kurp is nog lang niet afgelopen en Tortefam ook niet. Maar we zouden natuurlijk, moet ik even kijken hoe hoor. We zouden natuurlijk, dat we in serie... Bijvoorbeeld dat we Torten Farm één keer in de week doen. En... één keer in de week. En dan Kirby zeg maar. Ik zeg maar wat hoor. Kirby op dinsdag. En dan... donderdag... Torten Farm. En dan zaterdag... Kirby weer. En dan zondag Story Mode. Dat zou kunnen. Maar ja, dan heb je drie series lopen. En dat is toch wel best wel veel, vind ik. Dus... Ja, en ik moet natuurlijk nog allemaal dingen uitschrijven en zo. Dus, ja. Ik zou zeggen, het komt eraan. Alleen wanneer, dat weet ik nog niet. Geen idee. Dan komen we zelf achter. Nee, maar op zich... Hè, we hebben natuurlijk nog best wel een heel groot stuk naar die kant toe... om dit grasveld te vergroten. Maar ik denk eigenlijk nog niet dat het nodig is. We moeten het zo meteen sowieso wel eventjes bemesten. Ik weet niet of we drijfmest hebben. Ik denk het niet eigenlijk. We hebben ook maar 5000 euro. Dus om een mesttank te kopen is ook weer zoiets. En met kunstmest wordt het net zo goed. Dus ja, laat ik dit eventjes gaan harken. En dan gaan we zo meteen persen. Dat kunnen we met behulp van de timelapse doen. En dan hebben we voorlopig weer mooi wat hooi in de opslag. Voor de diertjes. Nou, het harken is bijna klaar zoals je kunt zien. Het ziet hartstikke mooi uit. Maar misschien moeten we het eens de volgende keer eens zo doen. Die kant op. Maar doe het nou op deze manier. Dat wil in principe ook wel. Maar dat we het een keertje de andere kant op doen. Misschien dat dat ook wel een keertje dat het wat makkelijker is. Dat we misschien iets minder zwaardes krijgen. Ik denk het niet. Maar eigenlijk doe ik het altijd op deze manier. Want voor mij is dit veld even groot. Dus of dit is de langste zijde. Ik weet het eigenlijk niet. Maar we kunnen wel een keer proberen om de andere kant op te doen. Zo, laatste stukje. Kijk, wat hij niet meeneemt, dan kun je straks wel overheen. Hoppakee. Nou, dan is dat ook mooi. Dan mag hij uit en mag hij ingeklapt worden. Het is alleen jammer dat we net dat rondje niet mee kunnen krijgen. Omdat het net buiten onze grens valt. En dan pakken we de Fiat en dan gaan we eens eventjes persen. Dat kunnen we door hulp van de timelapse doen. Dat is ook wel leuk. Zo. Hoppakee. Ja, en ik weet niet, voor mij volgende week begint Giants ook weer met nieuwe mods. Want hun hebben nou vakantie, waardoor er dus heel weinig mods, of eigenlijk geen mods in de mod-up terechtkomen. Volgens mij beginnen ze vanaf volgende week weer. Dus vanaf morgen dan. Als deze video online is gekomen. Zo. Nou, dan mag deze weer hier staan. En dan pakken we de Fiat. En voor mij staat die al... oh ja, er zit hier een paal. Dat is ook zo. En volgens mij zit die al op de goede diameter van de baal. Ja, vast wel. Zo. Ik moet zo vaak klikken op die... Oh, man. Daarom als ik dan in de cabine wil... Kijk, nou doet hij het gewoon normaal. Elke klik is nu gewoon erin en eruit. Maar soms, wat je net zag... Dan blijf ik gewoon in het ding zitten. Dat is best wel vervelend. Goed, ik doe de hut doe ik weg, jongens. En we gaan eventjes balen persen. En ik zie jullie zo meteen. We gaan een gok doen. Ik ga voor 15 balen.
Maar we hebben 15 banen. Nou, dan mogen de balen mogen worden opgeraapt. En dan ben ik benieuwd hoeveel we hebben geperst. Ik zat op 15 en we hebben 9. Oh, ik was wel heel erg optimistisch. Ja, goed, is niet erg. 9 is ook goed. Want dan wil ik eigenlijk even... Want de balen staan nu 2 hoog. Het mooiste zou zijn als wij balen van 3 hoog konden maken. Ik weet alleen niet of dat wil met de voorladen. Qua ondersteuning, zeg maar. Dat is een beetje de vraag, want 2 hoog kan ook wel, maar ja, 3 hoog is iets makkelijker. Maar dan doen we het even anders. Kijk, dan nemen we er 3 mee. Gelukkig is het niet zo heel ver rijden. Zo. Kijk, als ik er nou gewoon even kijken hoor. Elke keer 3 hoog doe. Ah, we kunnen er wel de bovenop leggen, maar we leggen het er wel gewoon voor. Zo. Dan zijn de achterste, die zijn dan 2 hoog. Hij zit er alleen een beetje scheef voor, maar dat is niet zo erg. Nou, volgende lading. We hoeven maar 3 keer te rijden namelijk. Zo. Ah, toch, 9 balen is voor mij voldoende. Omdat we toch, ja, zo heel snel gaat het voeren natuurlijk niet doorheen, maar... Als het al... Was het 4 balen? Ja, voor mij gingen er 4 balen bij de schapen in, als we volledig de bak vol willen hebben. Ja, dan zouden we dus van deze ding eigenlijk maar 2 keer kunnen vullen, zeg maar. Dus 2 keer de voederbak vullen en dan is het leeg. Dan hebben we niks meer. Dus, ja. Oh! Shit. Nou, we leggen ze er wel even bovenop. En wil ik eigenlijk even kijken of wij drijfmest hebben. Want misschien dat we drijfmest op het veld kunnen mieteren. Och, dit gaat ook weer helemaal fout. Deze 3 gaan niet zo heel goed. Want eigenlijk moeten we die... Moeten we een vork hebben die, zeg maar, pinnen uit kan schuiven, waar die balen tegenaan kunnen leunen. Dat is iets beter. Kijk, ze hoeven natuurlijk niet netjes neer worden gezet, hè. Als ze maar in ieder geval onderdak hebben. Zo. Nou de laatste 3. Oh. Dat was de kruiwagen. Oké. En dan de laatste nog. En dan kan dat ook mooi daar staan. Maar ik denk dat Deurts het zwaar had hoor, met 3 balen. Dat vond hij niet zo grappig, denk ik. Ook met gewicht vond hij dat denk ik niet zo heel grappig.
ooit hebben we een verrijker. Er stond natuurlijk, ik weet niet of die er nog steeds in staat, een hele mooie verrijker in de sale. Maar ja, daar hebben wij nu geen geld voor. De JCB verrijker, die is natuurlijk wel heel vet. En in principe gebruiken we dat ding alleen maar op de boerderij. We hoeven niet einden te gaan rijden. Dus het kan best zijn als die elektrische verrijker in de sale staat en die is niet zo duur, dat we die gewoon gaan aanschaffen. Maar wel die we ook in Hoofdbergman hadden, die versin. Het is toch alleen maar voor balen en weet ik veel wat. Geen rare dingen. Nou, hebben we 9 balen erbij. Die kunnen daar mooi staan. Stro, dat komt ook nog. Dan moeten we alleen even kijken waar we die strobalen plaatsen. Want we hebben natuurlijk dat veld zometeen. Dat gerst, dat kan gehoogd worden. Maar daar komt natuurlijk ook stro af. En dat stro moeten we natuurlijk ook bewaren. Alleen waar zetten we dat neer? Want volgens mij, als ik het me goed herinner, liggen er nog een aantal balen volgens mij in de schuur. Tenzij die allemaal op zijn gepeuzeld door de koeien. We kunnen straks wel even een kijkje nemen, maar ik wil eerst even het veld bemesten. En even kijken naar drijfmest. Ze maken geen drijfmest aan. Dat betekent dat ik dus een drijfmest tank zou moeten aanschaffen. Nou, dat kan in principe wel, want als we even gaan kijken. Want weet je, dat is een stuk goedkoper dan dat we elke keer kunstmest moeten halen. Want één zo'n zak kost 2000 euro. Dat is best veel. Drijfmest tanks. Ja, de goedkoopste is 22,5. Deze zouden we ook nog kunnen gebruiken. Dat watertankje wat we hebben. Dat gaat maar 2200 liter in, maar dat is niet zo heel erg. Dus dan moeten we eens even kijken of wij een, hoe heet dat, een ding eens kunnen vinden met drijfmest. Kijk, er liggen nog 2 balen in hier. Maar ja, ze hebben dus wel genoeg. Of kunnen we dat hier misschien in, nee, hier is de melkrobot, dus dat heeft niet zoveel zin. Dus ja, dan moeten we eens even kijken hoe we dat gaan doen. Maar we hebben 1625 liter aan melk, dus dat is ook goed. Ja, dan moeten we eens even kijken of we een put kunnen vinden voor mest. En misschien een iets grotere mesttank. Zodat wij gewoon gratis onze velden kunnen bemesten. Dat is natuurlijk ideaal. Want er zit nog wel ietsjes in. Maar ja, we moeten toch weer een nieuwe zak kopen. Alhoewel, hij is nou helemaal vol. Ik denk dat er nog een kleine 100 liter in zit. Dus het zou natuurlijk het mooiste zijn als we drijfmest kunnen. Kijk, vaste mest, dat wordt wel gemaakt. Maar ja, dat vaste mest moet natuurlijk ook in de kas worden gedrukt. Dat kunnen we straks misschien ook wel doen. Want zo heel veel zit er niet meer in. Hoeveel liter ging er ook weer in met mest? 10.000 liter? Volgens mij? Voor mij wel. Nou ja, we gaan nou eerst even dit veld bemesten en dan gaan we eens even verder kijken. Dan gaan we in ieder geval slapen. Misschien dat we dan wel het veld kunnen gaan oogsten. Het lijkt mij toch wel. Dat mag toch wel een keertje gebeuren. Want hij zit echt op het randje van rijp zijn. Dat gerst. Dus ik ga er wel vanuit. Zo, daar ben ik weer. Ik heb even research gedaan. Want ja, weet je, dan heb ik dan weer zo'n idee. Dan komt het dan in één keer in me op. En dat is het mooie aan een... Wacht, is dit mest? Oh. Oh. Maar waarom geeft dat dan hier niet aan hoeveel drijfmest ze hebben? Waarom staat dat hier niet in? Nou ja, in ieder geval, ze hebben dus wel een opslag met drijfmest. Dus dat is dan wel weer ideaal. Dus dat kan weg worden gegooid, dat idee. Maar, want we zitten nu op 20.000 liter aan drijfmest. Dus dat is goed. Want ik had namelijk drie dingen gedownload, laat ik het zo zeggen. Namelijk, even kijken. Nou, deze is small liquid storage. Anders dacht ik, weet je, dan zetten we die gewoon hier neer. En dan hebben we ook drijfmest. En ik heb nog deze gevonden. En die kunnen we op zich wel gebruiken. Je hebt er zeg maar hier eentje van 500.000 liter. Hier van 1000 liter. Deze kun je bijvoorbeeld aan de zijkant van het veld zetten. Zeg maar hier.
Stel je, dat zie ik heel vaak. Stel die zetten we hier neer. En als je die hier neerzet, dan kun je deze dus vullen met mest. En hoef je dus niet elke keer als je leeg bent, dat je niet een heel eind... heel tijd terug naar de boerderij moet rijden om die mesttank bij te vullen. Maar het is wel zo dat je deze volgens mij zelf moet bijvullen. Dus op zich, deze kunnen eigenlijk wel weg. Deze allemaal. Maar ik heb wel wat anders gevonden. En dat is dan wel, wel een idee. Even kijken hoor. Bij drijfmest. Dan heb ik een rode lizard van €8000. Daar gaat 6 kuub in. Het ziet er een beetje weird en raar uit. Maar zouden we dus wel een mesttank kunnen gebruiken. Dus moet maar eens eventjes gaan kijken. Want ja, je hebt natuurlijk ook deze. Daar gaat 8,2 kuub in. Deze schaling klopt wel. Maar deze is een stuk goedkoper. En deze schaling is een beetje weird. Ah, er zijn er nog genoeg. Maar deze viel mij in één keer op. Dus we hebben wel een drijfmestopslag. Dus dat is goed. Dat is goed om te weten. Dan moeten we alleen nog even een drijfmestapparaat hebben. En qua vaste mest zit hier nu 14.000 liter in. Dus dat gaat ook de goede kant op. Dat is ook goed voor de... voor de ledders, want er zit nog 3000 liter aan mest in. En er gaat inderdaad 10.000 liter in. Dus dat is ook top. Maar ja, laten we eerst eventjes gaan slapen. Want dat veld is nu bemest. Dan kan dat ook weer gaan groeien. En dan gaan wij hopen dat we dat veld kunnen oogsten. Dat zal wel fijn zijn, zeg maar. En als het goed is, wordt het melk ook verkocht. Dus we hebben weer een klein beetje centjes. En natuurlijk... het is alleen wel aan het regenen... ja hoor, alle twee de velden zijn klaar. Dus dat is ook fijn. En dan zul je zien dat het de hele dag gaat regenen. Oh nee, om 10 uur is het droog. De sojabonen kunnen geoogst worden. Het gerst kan geoogst worden. En het roggen, dat is nog niet zo ver. Maar dat is niet zo erg. Maar nou ben ik wel benieuwd. Hey, we hebben melk. We hebben schapenmelk. We hebben schapenmelk. Gezondheid is 100%. Maar voor mij geven deze schapen geen wol af. Ja, dan wil ik eigenlijk haast wel zeggen. Hier, neem een stuk hout. Kun je op kouwen. Deze schapen nemen geen wol af, maar die nemen melk af. Dus ik dacht dat ze ook wol zouden afnemen, maar helaas. Het is 3677. Alleen we kunnen dus niet het verkooppunt zien van schapenmelk. Want dan moeten we eerst... maar dat kostte €15.000, dacht ik, hè? Ja, hier. Dan moeten we eerst dit ding neerzetten. Dus die zouden we dan ook ergens hier moeten plaatsen of zo. Maar ja, dat kost ook €15.000. En dan kunnen we daar ook de prijzen... je kunt hier trouwens ook normale melk verkopen, zie ik. Dus dat is dan ook wel handig. Maar goed, ja, het is aan het regenen, dus we moeten heel even wachten zodat we kunnen gaan oogsten. Wat we wel even misschien kunnen doen. 2000 liter, ah, het kan op zich nog wel hoor. Maar laten we het maar gewoon bijvullen. Dan pakken we gewoon de deurtjes met een meskar. Of met de trailer en dan vullen we het eventjes bij met 7000 liter of zo. We moeten toch even wat doen voordat de regen is afgelopen. Zo. Maar ja, we zouden dus nou bijvoorbeeld die mesttank al kunnen veroorloven. Zodat wij tegen... ja, eigenlijk nu dan... moet ik wel de triller pakken trouwens. Zodat wij gewoon altijd drijfmest op de velden kunnen gooien in plaats van kunstmest. Want dat scheelt natuurlijk een hoop geld, hè. Daar is die. Zo. Ja, en een grotere trailer is eigenlijk ook niet nodig. Laten we eerst eventjes de kast bijvullen met mest. Met onze eigen geproduceerde mest in plaats van dat we het moeten kopen bij de kruiwagen. Een kleine 8000 liter. Moet goed zijn, toch? 7000 liter ook goed. Anders heeft hij weer te veel en dan kan ik de rest weer teruggooien. Oké, de kipjes hebben ook weer mooi
een pallet voor elkaar gekregen. Ze hebben nog eten. Dat is wel zo'n goede ding geweest toen met de 12 uur stream. Dat wij de voercapaciteit van die... van dat kiphok hebben verhoogd. Naar 10.000. Dat is wel zo chill. Want anders moesten we elke dag... elke dag moeten we dan die beesten bijvoeren. Elke dag. En nou doen ze er een... ja, wat zou het zijn? 5 dagen mee of zo? Maar wat gaan wij eerst oogsten? De sojabonen of het gerst? Ik denk eerst de sojabonen. Waarom? We hebben nog wat gerst over in de trailer. Dus, en de sojabonen leveren natuurlijk lekker wat geld op. Dus die gaan we eerst oogsten. Maar ja, dan moet eerst de regen weg. Zo. Hij is wel een beetje vies trouwens, de combine. Maar hem eigenlijk eventjes moeten schoonmaken. Maar dat kan nog steeds. Voordat je aan een job begint. Even over de kruiwagen heen rijden. Whoops. Voordat je een job begint, eerst even de boel goed schoonmaken. Achtung! Fahrzeug shed house. Zo. Hoppakee. Nice! Ja, we kunnen wel even de tijd doorspoelen. Doe maar op 10. Er staat nog dat het regent, maar als het goed is niet meer. Dus dan oogsten we dit veld nog eventjes en dan gaan we de volgende keer beginnen met het gerstveld. Dan kan de combine ook weer lekker aan het werk. Dan mag die ook weer uit winterstand worden gehaald. Om het zo maar te zeggen. Dan kan die wel lekker aan de gang. We hebben dan wel een klein beetje hennep hier staan, zie ik. En een draadje maken. We kunnen het trouwens beter zo doen. Denk ik. Dit is wat makkelijker. En dan elke keer draaien en dan de volgende ding meenemen. Ik hoop dat we hier natuurlijk lekker wat geld aan kunnen verdienen. Zodat wij een drijfmesttank kunnen kopen. Nou, ik kan nog even kijken naar een iets betere. Want deze schaling die ik nou heb, die is niet zo heel mooi. Hij is wel mooi goedkoop, dat wel. Dat is dan wel weer een voordeel. Maar ja, de schaling klopt niet helemaal. En dat is een beetje jammer. Hij is wel volledig... hoe heet het? Hij is wel volledig bemest. Dus als het goed is hebben we wel gewoon 100% oogstopbrengst. Ah joh. Ja, dat is ook al een tijdje geleden dat we hebben geoogst. Alhoewel, we hebben vorige week hebben we natuurlijk die cranberries geoogst. Of maandag was dat. Toen mochten we de cranberries oogsten. Maar ik bedoel, met een normale bek, ja, dat was best een tijdje geleden. En nog steeds zo ongelooflijk blij, jongens, met deze combine. En niet meer die rode. Zo fijn. Die rode is een hele goede start combine. Maar op een gegeven moment wil je toch wat nieuws. Want ik heb die rode zo vaak gebruikt. Zo vaak. En dan is het ook wel fijn om een keertje een andere combine te hebben. Ja, het is dat deze niet zo duur is. Want ik had ook wel gekeken naar een New Holland combine. Maar die zijn allemaal redelijk duur. Om aan te schaffen. In ieder geval viel er wel meer. 60.000 of zo kostte deze. Ja, en die New Hollands, die komen allemaal over een ton. Ja, dan moeten we even flink doorsparen. Maar ja, deze combine die houden we voorlopig nog wel eventjes. Want ik denk niet dat wij een andere combine nodig hebben. De hele serie niet. Denk ik. Tenzij we natuurlijk een gigantisch groot veld gaan maken. Maar ja, dan kunnen we ook nog een... hoe heet het?
een koersplay route aanmaken en dat hij gewoon oogst. In plaats van dat wij het zelf doen natuurlijk. Dus ja. In dat opzicht. Kijk, om hier een Lexion neer te zetten, dat is misschien een beetje overdreven op dit veld. Of in deze map. Met deze velden. Dat is wel een beetje heel erg overdreven. Maar ik denk dat wij alles wat er op dit veld staat in één combine krijgen. Ik denk het wel, want zoveel komt er niet vanaf. En we zitten nu toch wel op de helft van het veld. Dus ja. Nee, het is niet anders. Nou, zoals je kunt zien is het veld eigenlijk al zo goed als klaar. Helaas, we zitten nu op 60% van de tank. Maar ja, goed, het is toch wel weer een litertje of 7,5, 8.000. Als ik het mag hopen. Ah, misschien 6. 6,5, 7. Nou, dan keer 2. Als we er 2000 euro voor krijgen, nou, dat is toch weer 12, à 13, 14.000 euro. Nou ja. Dan mogen we weer niet klagen. Kijk, en dan kan dit veld gewoon de volgende keer weer geploegd worden. Dan kunnen we ook de eerste keer hier mest oprijden. Moet ik alleen natuurlijk eventjes een goede mesttank vinden. Die ook niet al te duur is. En dan hoop ik dat eigenlijk langzaam al het tijdperk van het kunstmest is afgelopen. Dat we het gewoon altijd gratis kunnen bemesten. Dat zou top zijn. Want ik weet niet, kunnen wij dat zien bij statistieken? Ja, bij financiën denk ik. Ja, bij financiën. Want er staat denk ik niet echt bij. Verkochte mestkosten. Mestkosten, oogstinkomsten. 11.000 in juni. Loonbetaling. Delivery cost products. Leenrente, overig. Ja, daar staat er niet echt bij om te kijken hoeveel geld je nou al hebt aange... hoeveel geld je nou al hebt uitgegeven aan zakken meststof. Ik denk dat dat best wel wat is. Want als één zo'n zak 2000 euro kost, dat is best wat. Nou, dit laatste strookje en dan daar nog één of twee strookjes en dan is dit veld klaar. Dan kan dat verkocht worden, als de prijs goed is natuurlijk. En dan kunnen we de volgende keer kunnen wij het gers gaan oogsten en gaan persen. Moet alleen even kijken waar we die balen gaan plaatsen. Want zoveel ruimte hebben we niet. En voor mij heb ik die storage ook niet aangevinkt. Als ik straks een andere mesttank ga zoeken, dan kan ik hem al aanzetten. Dus maar ja, het is bijna klaar. Nou, laatste stukje. En dan zitten we toch een beetje 6,5 liter. Afgerond. Zo. Dan kan dat worden geleegd. Oh. Kijk, dan gaan we eens even kijken. Sojabonen. Helemaal boven. Soja. 36,34. Dus dat is nou eigenlijk wel toch een goede prijs. 36,34. En het kan 37, 47 worden. Dus eigenlijk moeten we het ook gaan verkopen. Want dan hebben we dat sowieso. Die centjes. Ah, toch alweer een halve trailer. Ja, alhoewel, deze trailer is natuurlijk niet groot, maar... Hoppakee, dan zetten we deze bij het gersveld neer. Dan verkopen we nog eventjes die soja en dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Dan kan de Fiat dit veld gaan ploegen de volgende keer. Of we gaan het eerst bemesten, dat kan natuurlijk ook. Als we er geld ervoor hebben, hè. Maar ja, we verkopen natuurlijk die sojabonen. Zo, die mag daar. En dan dit nog even verkopen. 6 keer 3 is toch... Kleine 20.000 euro. Hoop ik. Nou ja. Daar zeg ik geen nee tegen. De kas heeft weer mooi wat mest. De sla gaat ook weer goed. Dus dat kunnen we natuurlijk ook weer gaan verkopen. Want als we gewoon een goede trailer hebben... Dan levert ons dat gewoon ook 20.000 euro op. Een goede volle trailer met sla.
Dus dat is mooi. En dan ben ik wel benieuwd, jongens. Wat is jullie record aan het aantal uren van een track in farming? Ik denk dat dat voor mij nu deze is, 19 uur. Maar dan in singleplayer. Niet in multiplayer, maar in singleplayer. Wat is jouw record aan aantal uren wat je met een tracker hebt gedaan? Want mijn is daar nou 19.000 uur. Mooi natuurlijk niet, hè. Het zijn natuurlijk wel echte uren dat je het niet in één keer even met F12 die uren aanpast. Dan zeg je van, ja, ik heb 136 uur ermee gemaakt. Natuurlijk. Kijk, 22.000 euro, jongens. Super. Dus ja, laat maar even weten in de reacties wat jouw record is. Ja, ik hou dat nooit echt bij, maar ik weet eigenlijk haast wel zeker dat het nou deze deur is met 19 uur. 19 volledige uren hebben we met deze trekker gereden. Echte uren, hè. Niet in-game uren, echte uren. Dus dat is wel gaaf. Right, jongens, maar dan zit deze video erop voor vandaag. Dan hoop ik dat jullie het natuurlijk hartstikke leuk hebben gevonden. Als dat zo is, knal natuurlijk even die like erop, mocht je dat niet hebben gedaan. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. Zou ik super tof vinden. Volg me ook op Instagram en op Discord. Er staan allemaal linkjes in de beschrijving. Discord komen alle livestreams in. En aankondigingen over video's / streams. En op Insta worden natuurlijk dagelijks, ja, over het algemeen dagelijks wat dingen gepost. In ieder geval in mijn verhaal. Dus ja. Don't forget to follow. Jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En heel graag tot de volgende keer. Column!